een heel, heel zalig, gelukkig, liefdevol en een gezegend nieuwe jaar toegewenst. Ja, moet je dat nog zien, hè? Kleine hoepie. Goedemiddag allemaal, het is vandaag 1 januari en we leven om 8 minuten over 3. Ik zal eerst als eerste zeggen, een heel, heel zalig, gelukkig, liefdevol en een gezegend nieuwe jaar toegewenst. Hier is alles grauw-grijs. Het is mistig, maar niet zo mistig als het vannacht was. Want hier een parkeerterrein, vlak voor mijn neus. En het stond zwaar vol met auto's, zoals waar een noodstaat. Ik mag geen reclame maken. Maar die kon ik niet meer zien staan. En niet op mijn jurk staan, dank u. Dus ja, ik heb wel weer wat glitter in mijn haar, maar niet zo overdreven als met kerst en gisteren. En ik heb ook geen glitterjurk aan, wel een nieuwe jurk, maar die had ik toen gekocht voor dat uit eten dat ik 11 jaar getrouwd had kunnen zijn. Dus ja, hey, doe even normaal, stel je mat, Keetje. Ewen wilde toch niet. Rijka wil stoeien, maar dat wil Ewen niet, hè? Het is lollig om dat te zien, maar ja, aan de ene kant heb ik dan soms wel weer een beetje medelijden met Ewen. Ewen die is 14 jaar geweest. En dat is een klein puppy opper, ja, daar heeft zij geen zin in, geen behoefte aan. En ze slaat van de af daar niet van, maar dat vind ik dan weer zielig voor Rijka. Maar ja, oké, lieve vrienden, het is gewoon hartstikke leuk, zulke soort dingen. En ja, wij gaan wel gewoon weer verder aan deze kant en ik ga er vandaag ook er niet uit, ik ga nog wat telefoontjes plegen. En ik ga verder, ja, Rijka moet ik uitlaten, dat is al, maar ik ga nergens naartoe, nee, want ik, het was vanochtend eerder later vroeg voordat ik naar mijn bed ging, ja, het was 4:15 dat ik naar boven ging. Ja, nou dan moet je de spul nog uit je haar halen. Dus eerder dat je op je bed ligt, dan is het ook 5:45. En dan moet je nog slapen. Ja, nou, ik ben er dus net uit. Lekker belangrijk. Ja, oké, ik ben vanochtend eruit geweest. Hek Rijka even naar buiten gehad. Kan nog, mag er nog niet uit. Die mag morgen pas weer naar buiten. Ja, dan is meestal vuurwerk de lucht in. En vannacht, nou, ik liep weer een rondje. Nou, mijn hemel. Wat een puinhoop op dat nieuwe pleintje wat ze hier gemaakt hebben. Oh, vreselijk. Wat een puinhoop. En later liep ik er weer langs. Want ik wou naar huis. Maar dan moest ik alsnog weer omlopen. Omdat ze weer iets wat eigenlijk geen vuurwerk meer was met afval. Die afval hadden ze weer in de fik gezet. Ja, hallo. Maar ja, mijn man die mocht ook wel eens vuurwerk afsteken. Maar wat hij deed, was zijn eigen troep wat hij maakte ermee, ruimde hij weer op in een zak en dat nam hij mee naar huis. Ja, hij ruimde het gewoon weer op. En we trapten het kapot helemaal, dat er niks meer kon gebeuren. En nou ja, hij had ook altijd een flesje drinkwater mee, even wat besprenkelen. Klaar! En dan gaat mijn mobiel nog over, dus ja, ik
zal ik ook zo naar kijken wat dat is. En dan moet ze telefoontjes plegen, zei ik al. Dus ik zeg, lieve vrienden, geniet verder van deze mooie, bijzondere dag. 1 januari 2020. Ja, hoe hebben we dat weer gehaald? Straks is het de 20ste. Oh nee, je hebt geen... De 20ste van de tweede. Dat kan wel. 2020. En dan gaan trouwen. Ja. Of, ja, dat is een mooie dag om te onthouden. De 20ste van de tweede 2020. Dat is toch mooi? Ja. Een leuk idee misschien voor de jongeren onder jullie volgers. Ja, wie weet. Je weet maar nooit, hè? Ik zou zeggen, geniet ze en tot later. Ja, moet je dat nog zien, hè? Kleine hoopie. Wat u? Wat u, Rijka? Wat u? Ja, ik me deken maar weer om. Maar die kleine meid, en die rode, die dan op de trap ligt. Hé, joh. Dat op mijn jurk, en met een panty, en een legging, en nee. Nieuwe kleertjes aan, dus moet allemaal maar zuinig wezen. En ja, er ligt er ook een op de trap, tenminste daarnet. We gaan eens even kijken. Jij blijft hier, jonge dame. Even koekeloeren. Ja, daar kwam die al aan. Hi, kerel. Kom erbij, zou ik ze zeggen. Hé, allebei dezelfde kleurtjes, hè? Ja, allebei dezelfde kleurtjes. Wat voor dikke, ja. Geweldig, hè? Moet je weer bijten. Moet je weer bijten. En sabbelen. En likken. Hé, en dan loopt ze ook zo mee, hoor. Ja. Hé? Kom, Boffie. Waar gaan we naartoe dan? Hé, je wilt naar buiten, maar je komt vandaag nog niet buiten. Echt niet. Moet je weer bijten. Knuffel. Hé? Knuffeltje. Ja, vandaag had ik helaas niet een vlog online, maar ik had gisteren de nieuwjaarsvlog gedaan. Ik denk, hoe liet ook niet, maar ik heb er nou weer eentje in elkaar gezet en die staat alweer op YouTube. En die komt morgen weer nog online. En ik ga straks nog eentje in elkaar zetten en die komt dan overmorgen online. Ja, komt allemaal goed en kan al veel naar buiten, maar dat mag die niet. Nee, want er wordt weer vuurwerk afgetoken. Ik wil dat niet hebben, ik vind het gevaarlijk, ik vind het eng, ik vind het zielig. Ja, dat gebeurt gewoon niet. Ja, kom dan, kom dan weer. Nee? Maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden, een genoeglijke avond. En tot later. Ja, ik zou zeggen, tot dan. Doei, doei. Ja, ladies, het is bedtijd. We gaan naar bedje toe. Ewin? Ewin, hallo. We moeten naar bedje toe. Hé, ga je mee? Zit ze weer vast met de nageltjes. Nou ja, die pakken we zo meteen dan wel. En Rijka, die moet nog een seintje hebben. Want die begrijpt het ook nog allemaal niet. Nee. En ik laat het toch echt niet beneden. Want je weet maar nooit. Dit is van 2 keer geweest. Nou ja, dat moet niet verder. Hé? Ja nou, lieverd. Hé? Lekker mee naar boven, hè. Naar bedje toe, hè. Ga je mee? Hé. Hey. Deur staat te lopen, hoor. Ja, kan alvast ook al naar boven. Doe maar, Ewin.
Doe maar. Even zitten. Doe. Hup, naar boven. Goed zo. Ga je ook mee? Kom maar. Kom dan. Kom dan. Nee? Nou, wat ben jij? Toe. Jij ook even naar boven. Doe maar. Doe maar. Doe maar. Even een setje. Nee, oh. Jij een setje. Ja, toch even Gandalf. Ah, jij ook. Hup. Nou, dan moeten we Rijk aan deze kant op zien te krijgen. Kom dan. Kom dan. Kom maar. Kom dan. Doe maar. Doe maar. Goed zo. Nou, ook boven. Zo, nou, dan gaan we de lichtjes uit. De deur gaat dicht. Komen ze er niet meer in. En ik zeg, lieve vrienden, welterusten en tot aan de andere kant van de nacht. Doei!